Hoe kijk jij naar de open workspace die we de afgelopen 5, 10 jaar allemaal ingevoerd hebben in grote organisaties? Op zich positief, maar we moeten wel waakzaam zijn dat je een goed team moet hebben met mensen die er ook op voorbereid zijn om dat goed aan te kunnen. Ja, ja. Je hebt ook mensen die daarin verloren lopen. Ja, ja. En je kunt je ook de vraag stellen, moet iedereen per se in datzelfde format ingepast worden? Ja, ja, ja. Ik las laatst dat het was een onderzoek dat mensen om de 9 seconden worden afgeleid op een open workspace. Ik kan me niet voorstellen dat dat bevorderlijk is voor... Nee, ook het idee van geen eigen ruimte meer te hebben, dus iets wat je telkens moet veroveren, dat vraagt best wel veel energie van mensen. Ja. Dus ik denk dat je daar ook moet kijken om de balans te vinden tussen een vertrouwde ruimte, waar je jezelf een beetje kan wortelen, en dan de flexibiliteit behouden. Maar als je alles gewoon opengooit, dan lopen mensen ook vaak verloren. Ja. En misschien hebben we dat te snel ingevoerd, dat zou kunnen. Mooi, dankjewel Injas. Met veel plezier.